Je hebt vandaag een nieuwe expositie begonnen. Kun je daar iets meer over vertellen? Klopt inderdaad. Vanmiddag hebben we voor het eerst de galerie weer open. Met werk van gastkunstenaar Johannes Gast. En het beeld van Bach wat ik een tijdje geleden gemaakt heb. De bronzen variant is hier te zien. Het oorspronkelijke beeld in marmer staat dus in Dordrecht. In de grote kerk in Dordrecht. Maar nu is in Almelo dus ook het bronzen beeld te zien. Ja, dat is heel verrassend. Je laat zelfs zien hoe het gegoten is. Klopt inderdaad. Ik heb de mal waarin het gegoten is, heb ik erbij liggen. Dus ik kan iets vertellen over het proces van het bronschieten. Want dat is, vind ik, altijd wel interessant. En ik kan het dus ook laten zien nu. Je bent pas geleden in Italië geweest. Kun je daar iets over vertellen? Ik ben net een paar weken terug inderdaad. En het werk, het beeld waar ik daaraan gewerkt heb, dat wordt nagestuurd. Dus daar wacht ik eigenlijk een beetje op. En ik heb daar ook weer ruw materiaal uitgezocht. Dat doe ik meestal. Maar ook mooi materiaal gevonden voor een speciale opdracht die er weer aankomt. Dus dat wordt allemaal opgestuurd en wordt vervolgd. Wanneer denk je dat het beeld er ongeveer is? Zou dat hier zijn rond de 31ste? Op het moment dat jullie hier dan weer open atelier hebben? Ja, dus inderdaad de 31ste van deze maand weer. Het zal er omlopen. Het zou eigenlijk vorige week al komen. Maar ik hoorde dat er een paar weken vertraging was bij de grens. Dus eigenlijk weet ik het niet. Ik hoop het. En anders de volgende keer eind augustus sowieso. Ja. Je hebt een aantal nieuwe stukken staan. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Ik heb ook een klein nieuw beeldje in blauw marmer. Dat is eigenlijk een vrij zeldzame marmersoort in die blauwe tint. Wat kan ik ervan vertellen? Het is deels figuratief, maar ook een beetje abstract. Ik denk dat de mensen gewoon moeten komen kijken.